7 november vond in het ICC Gent de Jongeren Mediadag plaats. Het evenement kadert in de Creative Media Days en is een initiatief van de Vlaams minister van Media Ingrid Lieten. Het is eigenlijk een dag waarop jongerenmakers, jongerenprofessionals, studenten enzovoort samenkomen met ook eigenlijk een aantal actoren vanuit die zogenaamde meer professionelere media. Om te praten, te debatteren, om visies uit te wisselen, om ook een beetje creatief te zijn. Er was onder andere een lezing van trendwatcher Tom Palmaerts en verschillende workshops en debatten. Al de rest watcht, kijkt, bekijkt. Misschien zeg je, maar ik ben... Maar waarom is zo'n jongere mediadag belangrijk? Van doelpubliek bij media heb je de ouderen, je hebt de zeer ouderen, gepensioneerden, je hebt ook de jongeren. Dus het is interessant om jongeren niet alleen entertainment te geven, hetgeen wat ze misschien als eerste willen, maar ook om hun iets bij te leren via omwegen, via media, via layout, via visuele effecten dat hen ook aanspreken. We vinden het belangrijk om jongeren kansen te geven, hè, en om, ook in die mediasector. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon zo dat we gewoon leven in een gemediatiseerde samenleving. En we vinden het belangrijk dat alle jongeren zich daar ook ergens bewust van worden. En dat we dus ook, als we daar beleid rond willen voeren, of als we daar initiatieven rond nemen, zij het vanuit de sector of vanuit het beleid, het hoeft niet altijd vanuit het beleid te zijn natuurlijk, dat je ook voeling hebt en dat je ook die jongeren inspraak geeft. Dus het gaat ook over participatie. Ik hoop dat hier niet alleen jongeren, maar ook de mensen die al bekwaam zijn in het media maken, die al een job daarin gevonden hebben, van elkaar geleerd gaan hebben. Want het werkt wel degelijk in twee richtingen natuurlijk. Het is niet omdat je al jaren in de media werkt dat je de waarheid in pacht hebt. Ik kan nog altijd leren van mensen die de eerste stappen daarin aan het zetten zijn, die misschien nog een spontane, misschien wat naïeve of misschien een totaal andere frisse visie hebben op het hele gebeuren, op hoe zij zouden willen dat media gemaakt wordt. Ik hoop dat die kruisbestuiving vandaag wat gebeurd is, dat er connecties gelegd zijn, wat genetworked is, zoals ze dat met een mooi woord zeggen. En dat wij allemaal met een rugzak aan extra bagage naar huis kunnen. Ik heb alleszins weer wat dingen bijgeleerd.